We don't have any witnesses to what actually went on. What are you experiencing there? I think people should come to the show and buy the record because it's quite unique, with the sound of the Brussels Jazz Orchestra mixed with spoken word and Zed's rhymes. And I'm a little bit soul, and there's a little bit jazz and funk in there, and grass is scratches. Om gewoon het orkest bezig te zien as a fan is just super cool. Normaal gezien, als we gewoon een jazz ding opnemen, dan is dat de hele band samen. Ritmesectie plus blazers in één geheel. Omwille van COVID natuurlijk is dat nu een beetje anders uitgedraaid, maar eigenlijk waren we oorspronkelijk ook al van plan om bij dit project om het in aparte stukken op te nemen. Dat betekent de eerste ritmesectie en dan de blazers en dan pas de zang. Daar komen ook nog synthpartijen en hammondpartijen bij en brass met zijn DJ-set. Dat wordt allemaal apart gedaan, dus dat is een ander opnameproces dan het klassieke big band. Dat is ook door de aard van de muziek natuurlijk. Ja, het heeft wel iets nieuws, iets fresh, maar toch ook iets established, iets classic. Weirdly enough, vond ik de ervaring heel herkenbaar. Because at the end of the day, ik ben nog steeds hetzelfde aan het doen. I'm hearing music and adapting to it, or filling it in. It's just so many genres thrown in a pot, which shouldn't work, but it does. Hopelijk, ja, breng het de wereld, de old en de new wat samen en gebeuren er nieuwe dingen, maar meestal is dat the way. Dat is ook iets helemaal anders dan wat ik normaal doe, and I also like a challenge. So you should come to the show and buy the record just to hear how we make it work.